50 meter. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart en het is na de start aan de buitenzijde Jaap ter Stal die de leiding heeft genomen. En die leidt hier met Bachelor Kingly. Bachelor Kingly gaat als leider de eerste bocht in. En heeft een lengtevoorsprong genomen op Von Pompon in derde positie. Daarachter Floris Greenwood. Daarachter is het dan Arvid Boko. En die wordt gevolgd door Bernie Boshoeven met verder weg in het veld. Unar B met Guess What. Daarachter volgt dan Cavalli Starlake met Kolzaidu. En aan de start van het veld Katiyama. Paarden gaan de reguliersbocht in. Met aan de kop nog altijd Bachelor King Lee. Die een lengtevoorsprong heeft op Von Pompon. In derde stelling volgt daarachter dan de nummer 1. En dat is Floris Greenwood. En zo zijn we halverwege de bocht. Met verder weg in het veld dan Arvid Boko. En daarachter komt aan de buitenzijde Unar B. Aan de binnenzijde volgt Bernie Boshoeven erachter, Guess What, Katiyama, Cavalli Starlake en Kolzaidu. Paarden in de rechterlijn voor de tribune en nog altijd aan de kop, de 4. En dat is Bachelor Kingly. Bachelor Kingly met op de tweede plaats. Daarachter dan de nummer 3, Von Pompon aan de buitenzijde, Unar B. En zo gaan we de bocht in, de Jong-Holland bocht. Daarachter volgt dan Arvid Boko met Bernie Boshoeven, Guess What. Aan de buitenzijde is het Cavalli Starlake, dan Katiyama en Kolzaidu. En we zijn weer aan de overzijde van de baan waarbij Bachelor Kingly nog altijd de koers maakt. Doet dat met een lengtevoorsprong. Unar B nu opgekropen naar de tweede plaats. Von Pompon ligt in de snoeker aan de reling als derde. Daarachter volgt aan de buitenzijde Guess What. Aan de binnenzijde daarvan Floris Greenwood. Met daarachter dan Cavalli Starlake. En zo gaan we de reguliersbocht weer in. Met verder weg in het veld aan Arvid Boko, Kolzaidu, Bernie Boshoeven en Katiyama. Paarden zijn weer in de rechte lijn voor de tribune zo dadelijk. Met aan de buitenzijde Unar B die druk op de ketel zet bij de leidende nummer 4 Bachelor Kingly. En zo zijn we dan weer in de rechte lijn. Gaan we de laatste ronde in deze EMTA auction op 22 september prijs. Met nog altijd Bachelor Kingly. 3/4 lengte voorsprong op Unar B. Aan de binnenkant ligt Von Pompon. Aan de buitenzijde zien we daar achter dan Guess What. En daarachter aan de binnenkant Floris Greenwood met Arvid Boko. Dan Cavalli Starlake die een plaatsje heeft goed gemaakt. Verder weg Kolzaidu. Dan volgt Bernie Boshoeven. En Katiyama is nog altijd Taylan Charlie. En de paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde van de baan. Met Bachelor Kingly die nog altijd onder druk staat van Unar B. En daar komt aan de buitenzijde nu sterk naar voren Guess What. En Guess What die komt in het buitenste spoor opzetten. Zo gaan we dan de laatste bocht in 3 sporen. Aan de buitenzijde Guess What. Aan de binnenzijde Bachelor Kingly. En het beleg van deze sandwich in spreekwoordelijke vorm is dan de nummer 7. En dat is Unar B. En zo zijn we in de laatste meters. Daar komt ook Von Pompon. En daar komt ze weer hoor. De vliegende Vriesin op de laatste meters. Met Von Pompon wint ze het. Op de tweede plaats daarachter is het dan Guess What. En aan de binnenzijde Unar B. En Rogier, ik moet zeggen, je bent vandaag meesterlijk. Meesterlijk. Alles wat je aanraakt is goed. Het gaat goed, hè, met de tips. Ik moet eerlijk zeggen, en kijk, achter je, de sponsor. En dat betekent ook dat Elke Korrel de VIP-tafel heeft. Elke Korrel aan de VIP-tafel. En hij heeft pas 15, dus ik kan er best wel eentje bij kopen. Heel mooi. En Johnny Westerbrink zegt net dat ze paard staat in volgende stad. Helaas niet op Alkmaar is, maar op Wolvera. In de Regio Challenge.